Kelvin with an oath, and I give you Celia. I give you Celia. Oh, Celia, Kelvin with an oath. But did the Celts defeat? Yes, Sagan with the Celts defeat. Kelvin with an oath, and get three stop the deed. Show on the teeth the Troy's is in. Absolutely best. Absolutely best. Wat was hier te doen? We hadden de Brommersprint natuurlijk. Elk jaar hebben we hier de Brommersprint. We hebben dit jaar Wout Zijlstra erbij gehad. En we hadden een decibel drag en een show and shine wedstrijd. Een springkussen voor de kids, ja, voor ieder wat wils. Die Brommersprintwedstrijd, dat is toch wel iets heel speciaals? Ja, dat is zeker speciaal. Het is, hier in Den Wouden is het nu inmiddels al 12 jaar geleden is dat begonnen. Maar we merkten wel in de loop van de tijd dat het wat minder werd qua animo, publiek. Er is wel een groep liefhebbers overgebleven. Alleen die groep is te klein om het dragende te houden. Dus ja, vandaar dat we er ook extra dingen nu bij organiseren om toch ook weer wat publiek deze kant op te krijgen. Maar toch laat hij hem van zijn goede kant zien. De nummer 1, absoluut de beste. Kelvin de Ruiter, kampioen van Nederland. We hebben 12 verschillende klasses. We hebben de 50, de 70 cc, we hebben ik geloof 6 scooterklasses. Dan hebben we nog wat specialere klasses, ook brommers, maar dat zijn dan mijn motoren, 125 cc. Ja, hoe hard kunnen ze? Op die 150 meter, dan gaan de snelste klassen die gaan over de 130 km per uur. We hebben wel mengsmering, het is allemaal tweetakt. Het is wel zo, het is klassengebonden, maar je mag bij sommige klassen ook racebrandstof gebruiken. Hè? Dus dat is, er zijn heel veel jongens vrij in. Er zijn zelfs klassen, daar kun je met lachgas en noem maar op, kun je ook rijden. Brommer sprintwedstrijden. Dat is toch niks voor meisjes? Nou, ik vind het echt helemaal prachtig hoor. Ja, het is wel mijn ding. Het is mijn eerste keer rijden dit ook. Ik sta nu ook gewoon eerste. Dus dat is echt heel cool. Nou ja, ik heb het van mijn vader. Ik vind het helemaal leuk. En ja, ik vind het wel leuk zelf om te doen. Ik ga nu voor 1 jaar mee ongeveer. Hier, nee, ja, 1 jaar mee ga ik nu. Dit is gewoon mijn eerste sprint. Vind je het gevaarlijk? Nou ja, nee. Als je weet hoe het moet, dan is het niet gevaarlijk. Nee. Maar de eerste keer dat ik ging rijden, zeg maar de echte eerste keer, dat was wel echt wow, ik ga wel heel hard en zo. Maar dat went wel op een gegeven moment en dan is het heel erg leuk om te doen.